Goed, ons vlak van productie moet toeneem met 6,4225 miljoen. Om dit te bewerkstellig het ons een toename in autonome besteding van 4,2817 miljoen nodig. Nou, as ons overheidsbesteding gaan gebruik, dan beteken dit dat hierdie toename in overheidsbesteding moet hierdie 4,2817 miljoen wees. Wat dan via die vermenigvuldiger van 1,5 gee dan vir ons hierdie verandering van 6,4225 miljoen. Wat gebeur met ons begrotingstekort? Wel, wat ons gaan sien is dat die toename in die tekort gaan hierdie toename in overheidsbesteding wees. Nou, soos wat die tekort toeneem, is dan natuurlik overheidsskuld neem dan ook toe. Dus dit is 'n toename in overheidsskuld gelyk aan hierdie bedrag van 4,2817 miljoen. Nou, kom ons kyk wat gaan gebeur as ons net van belasting gebruik maak. So ons wil nou die daling in belasting moet dan lei tot hierdie toename in autonome besteding van 4,2817. Maar dit beteken die grensverbruiksgeneigtheid maal die verandering of vermindering in belasting moet gelyk wees aan 4,2817 miljoen. Onderstel die grensverbruiksgeneigtheid sal gelyk aan 0,33. Dan beteken dit, om te bereken met hoeveel belasting moet daal, moet ons hierdie bedrag dan deel deur 0,33. En dit geef ons 'n bedrag van 129,747 miljoen. Nou wat hier gaan gebeur is dat die begrotingstekort gaan in die geval dan daal met hierdie 129,747 miljoen, wat natuurlijk heel wat groter is as die overheidsbesteding van 4,2817 miljoen. En dit is dan ook die bedrag waarmee jou overheidsskuld gaan toeneem, gaan hierdie bedrag wees, wat dan heel wat groter is as hierdie 4,2817 miljoen.